Hallo, deze video gaat over bespreking van opgave over elektriciteit voor HAVO bovenbouw. Eerste paar gaat het over lading, stroom en spanning. Nou, de opgave. Nummer 1. Om een stroomsterkte van 1,0 ampère door een draad te laten lopen, is een groot aantal elektronen nodig. Bereken hoeveel elektronen er dan per seconde door een dwarsdoorsnede van die draad bewegen. Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Je moet weten dat de lading van een elektron 1,602 maal 10 tot de min 19e coulomb is. Dat vind je in tabel 7 overigens. En als je weet dat er 1 ampère loopt, dat betekent dus 1 coulomb per seconde, moet je dus 1 delen door het aantal coulomb voor 1 elektron en dan krijg je het aantal elektronen. Dat gebeurt je dus. Dus 1 coulomb per seconde gedeeld door 1,602 maal 10 tot de min 19 coulomb per coulomb. Coulomb per elektron is dus 6,24 maal 10 tot de 18e, staat er volgens mij, elektronen per seconde door de draad. Twee, wijf je met een zijden doek over een glazen staaf, dan krijgt de staaf een positieve lading. De doek wordt daarbij negatief geladen. Welke deeltjes zijn van de staaf naar de doek gegaan? Er zijn twee type geladen deeltjes. Dat zijn de elektronen en de protonen. Protonen zitten vast op een plaats in een vaste stof. De hele kern zit op een hele molecule zit op een vaste plaats. Dus dat kunnen alleen maar de vrije elektronen zijn. De negatief geladen voorwerpen. Deeltjes. Goed, dat de staaf geladen is, toon je aan met een elektroscoop. Dat is zo'n apparaatje. Als je de knoop aanraakt met de positieve lading, is de knoop verbonden met de draadjes, met de geleidende staaf. Dan gaan de blaadjes uit elkaar staan. De blaadjes hebben dezelfde lading gekregen en stoten elkaar dus af. Leg uit hoe de blaadjes hun lading hebben gekregen. Nou, de staaf die is positief. Dat betekent dus dat hij tekort aan elektronen heeft. Als je de staaf op de kop van de elektroscoop legt, dan gaan er dus elektronen van de elektroscoop lopen van naar de staaf toe. En dan krijg je dus hier een klein tekort aan elektronen. Deels om hier elektronen bij te leveren aan de staaf. Als je hier een tekort aan elektronen hebt, dan is dit dus min geladen. En dat stoot elkaar af. Ja. Nee, die wordt natuurlijk positief geladen, want er verdwijnen hier een deel van de elektronen. En de protonen blijven achter, dus worden ook lichtelijk positief geladen. En de staaf wordt ook positief geladen, maar minder dan eerst, omdat een deel van de elektronen is overgelopen. Oké, C. Leg uit of de blaadjes positief of negatief geladen zijn. Oké, dat hebben we dus al gedaan. Positief geladen. Goed, in de figuren 6a tot en met D zie je dat er een schakeling met 3 batterijen van 1,5 volt. De dikke streep, dat zijn deze, zo, die stelt een verleidende verbinding voor met 1 of meer batterijen. In figuur 6.4 is voor de spanning tussen de twee punten aangegeven. Oké. Dan moet je noteren in de tabel de waarde van de spanning bij de figuur 6,12b tot en met d. Nou, dan beginnen we maar met b moeten we eerst doen. A moeten we a niet doen. Het zal a tot en met d zijn, want er staan nog 4 kolommen. Oké, nou dan gaan we kijken. Van a naar b. Hier is dat a naar b. Dat is 1,5 volt. Oké. Hier staat van a naar C volgens mij, dat is, dit is de min, dit is de plus, dit is ook de, die is hiermee verbonden, dus dat blijft dan gewoon 1,5 volt. Ja. Zo, kijken dan van A naar D staat er denk ik, kleine lettertjes. Dat is, van A naar D, of is het E, moeten we goed kijken. Inderdaad van A naar E, dus dat is van hier naar daar. Dus we kijken, dit is 1,5 volt erbij. Ze liggen achter elkaar geschakeld, dus in serie. Dus dan is het 3 volt naar D en ook naar E. En dat staat hier ook in de tabel hier. En ook naar A naar F dan. Van A naar F is 1,5 volt plus min liggen achter elkaar. Dat wordt dan 3 volt plus min liggen achter elkaar. Nog een keer 1,5 volt, dat wordt 4,5 volt. Zo krijg je dat dan. Nou, bij B is het ietsje anders, want daar liggen de batterijen soms tegen elkaar in. Hè. Gewoon A naar B blijft natuurlijk gewoon 1,5 volt. En van A naar C ook.
Als je van A naar D gaat, dan zie je dat deze batterijen, die werken tegen elkaar in, hè? De plussen zitten tegen elkaar. Dus dit is 1,5 volt en zo gaat er 1,5 volt af. Dus van A naar D is het dan 0. Ga je dan verder naar E, dan is dat natuurlijk gewoon met elkaar verbonden, dus dat blijft dan 0. En hier ligt hij weer gewoon in dezelfde richting als deze, dus dan komt hij er 1,5 bij. Dus vandaar hier 1,5. Goed, van A, de derde dan. Van A naar B en van A naar C is natuurlijk weer 1,5. Deze zitten in de plus en min liggen achter elkaar, dus ze liggen in serie en ze versterken elkaar. Dus dan wordt het van A naar D wordt het 3. En naar E wordt het ook 3. Maar deze zitten weer tegen in te werken, dus van A naar D en E is het 3, maar die gaat er dan weer 1,5 af, dus dan wordt het 1,5. Dan bij de laatste, deze, van A naar B is natuurlijk weer 1,5. Wacht even, dit is heel anders. Dit is een parallelschakeling. Dus van A naar B is het 1,5 en naar C natuurlijk ook. Als je van A naar B doorloopt naar C, dan liggen ze tegen elkaar in. Dus dan is het van A naar D en van A naar E is het weer 0. En van A naar F is het dan weer 1,5. Hè? Dus 1,5, min 1,5, plus 1,5. Uiteindelijk is het 1,5. Nou, zo zie je dat ook hier staan. Oké. Okay. Hier staan er nog 3 regels om dat te doen. Ja, in feite heb ik die ook gebruikt. Goed, gaan we naar opgave 4. Je sluit een lamp aan met een snoer op een stopcontact. De lamp gaat echter niet branden. Eerst controleer je de lamp. Je komt tot de conclusie dat die niet stuk is. Vervolgens onderzoek je of er ergens in het snoer een onderbreking zit. Hierbij gebruik je een multimeter en een batterij van 9 volt. Het figuur in 6.13, zie daarvoor. De stand van de kneuzelknop is niet correct. Reken in de figuur de verbinding en de juiste stand van de keuzeknop. Je moet natuurlijk de keuzeknop op volt zetten. Dus dat is naar links, ampère is naar rechts. En hier staat in het midden, dan is het waarschijnlijk een neutrale stand. Dan moet je natuurlijk ook nog eens de voltmeter natuurlijk aansluiten op het snoer. Ja, dat doe je natuurlijk in principe parallel, maar ja goed, er is maar één ding. Dus je sluit de ene pool van de multimeter, die sluit je aan op de ene kant van de draad. En de andere pool die sluit je op de andere kant van die draad. En die zijn natuurlijk ook weer verbonden met de snoer. Hè. Zo, dit is een serie schakeling, deze twee zijn een serie. En dan leg je deze parallel over de twee polen. Oké. Okay. Je komt tot de conclusie dat er geen onderbreking in de snoer zit. Noem een reden waarom dat de lamp toch niet brandde. Ja, dat kan van alles zijn. Misschien zit hij niet goed in de fitting gedraaid. Dat zou kunnen. Hij is niet stuk. De draad is ook niet stuk. Dus er moet ergens iets in zitten tussen de verbinding van de lamp intern, zeg maar, met de snoer. En er blijkt ergens een onderbreking die niet in de snoer zit en ook niet in de lamp zelf. Dus dan moet het wel in de fitting zijn. Oké. Vijf dan. Voor de komst van de iPod was de Discman heel populair. Een Discman is een draagbare cd-speler. In de Discman zitten 2 batterijen van 1,5 volt, zie figuur 6.14. Zowel de motor als de cd, als de versterker werken op 3 volt. Dan moet je die dus in serie zetten. Teken de verbindingsdraden waarmee de versterker en de motor op de batterijen zijn aangesloten. Oké, je moet dan natuurlijk wel de eerste batterijen in serie leggen. Dus hier zit de min, hier zit de plus. Dan gaat de plus die gaat naar de min van de andere batterij hier. En dan komt die er daar weer uit. Dan heb je dus tussen dit punt en dat punt heb je 3 volt zitten. Daar sluit je de motor zo op aan. Ja. En de versterker ook. Aan de ene kant sluit je hem hier aan, zo de versterker. Aan de andere kant, dat is 0, hier is je dan 3. En dan sluit je hem ook aan op de versterker. Ja, dus je hebt in feite 2 stroomkringen. Eentje voor de versterker en eentje voor de batterij. Je kan ze niet in serie zetten, want dan verdelen ze de 3 volt van de batterijen. Maar ze moeten allebei 3 volt hebben. Vandaar dus dat zowel de motor als de versterker een aparte tak moet hebben. Tijdens afspelen gaat door de aansluitdatum een stroomtrekker van 57 mA. Het nummer van de cd duurt 2 minuten en 30 seconden. Berekenen hoeveel lading tijdens het afspelen door de aansluittijd van de batterij is gegaan. Dan moet je eerst maar eens even uitrekenen hoeveel lading dat is. Je weet de stroomsterkte, je weet de tijd, dan kun je de lading uitrekenen.
De stroomsterkte is 57 milliampère, oftewel 57·10³ ampère. Die milli moet hier dan weg. Tijd is 2 minuten en 30 seconden, dat is 150 seconden in totaal. Nou, dan vul je die in. Dit is 0,057 ampère. En dit is dus 150 seconden. Moet je die twee met elkaar vermenigvuldigen, dan krijg je de lading 8,6 coulomb. Dan wordt er gevraagd hoeveel ladingen. Ja, dan ben je al klaar. Je zou kunnen uitrekenen hoeveel elektronen er langs kunnen. Dan deel je die 8,55 door 1,60·10⁻¹ coulomb per elektron. Zoals we al een eerdere som deden. En dan krijg je het aantal elektronen. Oké, dat is paragraaf 1. Volgende filmpjes gaan over de paragrafen 2 tot en met 6.